Het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, heeft voor het eerst statistieken gepresenteerd die een interessant deel van de arbeidsstatistieken bestrijken, namelijk werkgelegenheidsstatistieken. Het bureau wil hiermee de samenleving inzicht bieden in onder andere de samenstelling van statistieken. De manager van de sociale afdeling van het ABS, Joanne Keenswijk-Fung-Aloy, gaf aan dat bij het analyseren van de data er rekening gehouden moet worden met verschillende zaken. Het gaat om de afdeling NR, die is degene die zich dan bezighoudt met dat één werkzame persoon meerdere banen of meerdere arbeidsplaatsen kan hebben. Bedrijvenstatistiek en huishoudonderzoeken doen dat niet. Je neemt de referentieperiode in acht. Je kijkt naar de geografische dekking. Nationale rekeningen, die doet schattingen voor het gehele land. Bedrijvenstatistieken, die doet alle districten behalve de opgesomde districten hier. En voor de paper hebben we alleen gebruik gemaakt van Paramaribo en Wanica als het gaat om huishouddata. Ook de ISIC-dekking, ISIC, dat is de industriële, dat zijn de industriële sectoren. Huishoud en nationale rekeningen maken gebruik van alle sectoren. Bedrijvenstatistieken, die werkt met de grote bedrijven alleen, dus 10 of meer werknemers. Ook de type werkzamen moet je meenemen. Je moet rekening houden met formaliteit en informele sector. Dat wordt meegenomen bij zowel huishoud als nationale rekeningen. En bij de bedrijven niet, die werken alleen met de formele bedrijven. En de datatype. Bij alle afdelingen gaat het merendeels om als eerste plaats de steekproefsurvey, de sample survey. En daarna ook nog de verschillende censussen en totaaltellingen en administratieve data. Keenswijk-Fung-Aloy gaf verder aan dat zij vanaf 2013 tot 2017 de verschillende waardes hebben berekend aan de hand van de verschillende kan een analyse gemaakt worden over de vergelijkbaarheid van de data. De eindconclusie is dus dat de data van de drie bronnen te weten de nationale rekening, bedrijvenstatistieken en huishoudonderzoeken het predicaat van adequate statistieken verdienen. Tussen de drie type werkgelegenheidsstatistieken over de periode 12-17. We proberen een zo hoog mogelijk responscijfer na te streven. En als het gaat om bruikbaarheid van de statistieken, dan moet je zelfs ook kijken als gebruiker van waarvoor heb ik de statistieken nodig. Als het gaat om productie en toegevoegde waarde, dan kunnen de mensen het best gebruik maken van de bedrijvensurveys. Die hebben dan voorkeur boven de data van huishoudonderzoeken. Maar als men wil weten qua werkzamen bij huishoudens, bij gezinshuishoudens, dan geniet de data uit het huishoudonderzoek de voorkeur. En voor economische totaalanalyses kan men dan best het gebruik maken van de data van nationale rekeningen als het gaat om arbeidsplaatsen. Joanne Keenswijk-Fung-Aloy, manager van de sociale divisie van ABS. Zij heeft vandaag op een persconferentie uitleg gegeven over de jongste publicatie van het statistiekbureau over werkgelegenheidsstatistieken. De persbijeenkomst is belegd in de vergaderzaal van ABS aan de Klifstenenstraat.